Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag ga ik weer een heel mooi bloemstuk maken. Ik heb echt prachtige bloemen. Die laat ik straks zien. Maar heb je zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, het komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. En dan zou ik zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram, mocht je dat leuk vinden. Dat deel ik nog meer en ook als er extra video's online komen. Vandaag gaan we met de taart aan de slag en die snij ik als eerst even door midden. En ik gebruik ervoor een scherp mes. Want we gebruiken namelijk de helft. Ik ga hem even vol laten zuigen met water. Let altijd op, nooit onder water duwen, maar zelf vol laten zuigen, zodat je geen luchtbelletjes krijgt. En dan gaan we beginnen. Je kan het bloemstuk van vandaag op verschillende manieren opmaken. En je kan er echt verschillende bloemstukken van maken. Ik ga je zo wat ideeën laten zien. Allereerst begin ik met de zijkanten. En die bedek ik met aspidistrablad. En dan zet ik het even vast met een speldje. En dat doe ik in dezelfde kleur als straks de bloemen ga gebruiken. En dan snij ik de rest mee met de ronde. Knip het blad af. Zorg dat je het blad goed in het midden steekt en dat je hem iets dieper en wegsteekt. Zodat je de wat bredere kant van het blad in het midden hebt. Ziet dat er heel netjes uit. Je kan er uiteindelijk straks ook een hengseltje nog aanmaken. Dat het een tasje wordt. Ik ga dat nu niet doen. Maar dat zou je wel kunnen doen. Je zou er gewoon een touwtje of iets aan kunnen maken. Goed, dan ga ik verder met de bloemen. En jongens, kijk deze kleuren bij elkaar. Echt zo prachtig, prachtig mooi. En die steek ik er mooi compact in. En daarnaast heb ik nog weer een houtslinger. Ik werk daar graag mee, dat weten jullie ondertussen ook. En daar doe ik ook wat van overheen. Mocht je te breed zijn, kan je er even een stukje afknippen. Of scheuren. En die laat ik zo mooi meelopen. En waar nodig gebruik je even een krammetje of weer een speldje.
En mocht je nou aan de zijkant onderop een klein beetje steekschuim nog zichtbaar hebben, gebruik maar een heel klein beetje Tilantia. Past heel mooi in het kleurpalet. Je kan het even vastzetten met een of met zo'n knopspeldje of even een krammetje of gewoon los erbij tussen duwen. Wil ook prima. Deze kleurtinten, een prachtige libelle en een prachtige vlinder. Nou ja, die is toch echt geweldig mooi erbij. Ook gelijk wel zomers. Helemaal in dezelfde zeeën. Prachtig. En je kan dus dit bloemstuk op heel veel verschillende ondergronden doen. Je kan hem ook gewoon zo neerzetten. Leg er dan even een lekschaaltje onder. Maar wat ook heel mooi is, is om deze ondergrond, wat hij dezelfde grootte heeft. Kijk hoe prachtig mooi dit is. Mocht je het leuk vinden, kan je dus een hengsel eraan maken. Dat kan je bijvoorbeeld doen door berengras te gebruiken. Ik zal het ook even laten zien. Mocht je het leuk vinden, dan kan je er bijvoorbeeld ook een hengsel aanmaken. Dan heb je een tasje. Maar ik vind het bloemstuk zo heel luxe en chic. Dus ik laat het hierbij. Kijk hoe prachtig dit is. Die kleurencombinatie echt heel mooi. En wat je natuurlijk ook kan doen, is om een kleinere versie erbij te maken. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik dit echt geweldig vind. Ook leuk zo bij elkaar. Een enkele is ook gewoon echt al prachtig om neer te zetten. Maar ook heel erg leuk om te combineren. Ook als je het op verschillende plekken eventueel gaat neerzetten. Je kan dus op verschillende ondergronden neerzetten. Ik heb nou even deze gebruikt. Die staat los in onze webshop. Maar heb je misschien zelf een mooie schaal, kan je hem daar natuurlijk ook op zetten. Hè? Ja, echt een toppetje. Ik vind die kleurencombinatie is toch geweldig. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Daarnaast kan je me ook volgen op Facebook of Instagram. Wil je nou niks missen van alle leuke video's die online komen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en zien we de volgende keer weer.